Wie is er hier verantwoordelijk voor de dagelijkse dosis fris beddengoed? Wie zorgt er altijd voor die gekke kleine shampooflesjes? Wie kan als geen ander vergeten voorwerpen terugvinden? Dat ben ik. En wie ben jij? Ik ben Alma, housekeeping manager. Hallo Alma, dus jij bent verantwoordelijk voor alle kleine shampooflesjes? Dat klopt. En Alma, wat houdt je werk precies in? Ik check voornamelijk de kamers, dat ze spik en span zijn. Mag ik een keertje met je meelopen? Ja, natuurlijk. Ga mee. Dus Alma, welke hotelservice zou jij thuis wel willen hebben? Het ontbijt. Lekker uitgebreid. Vers croissantje. Dus jij weet precies hoe de perfecte hotelkamer eruit ziet? Ja hoor, absoluut. We gaan nu naar binnen. Housekeeping. En is het wel eens voorgekomen dat er iemand in de kamer aanwezig was? Ja, helaas wel. En wat doe je dan? Excuus aanbieden. Waarom zet je die stoel scheef neer? Dat is makkelijk voor de gasten. Kunnen ze lekker aanschuiven. En wow, dat is een groot wit bed. Waarom zijn die lakens eigenlijk altijd zo wit? Dan ziet het er lekker fris en schoon uit. Dus jullie doen dat voor de gasten? Ja, zeker weten. Alles voor de gasten. En deel je thuis ook de lakens uit? Thuis maak ik ze alleen maar op. Wat heb je nou gevonden? Ik heb een creditcard gevonden. Dus jij gaat even lekker shoppen nu? Nou, was dat maar waar. Nee hoor, ik ga naar de receptie brengen. En is je huis thuis ook zo schoon als deze hotelkamer? Ja hoor, zeker weten. Dus jij vouwt je handdoeken netjes op? Absoluut. Mag ik twee handdoeken van je, Maria? Natuurlijk. Dankjewel. Hey, Alma, wat doe je nou eigenlijk liever? Een bed opmaken of een douche schoonmaken? De douche schoonmaken. Waarom? Nou, dat vind ik het meest voldoening geven. En wat heb je liever? 25 euro fooi of een brandschone kamer aantreffen? Een brandschone kamer natuurlijk. Zo, als een echte professional. Inderdaad. En wordt er nou wel eens wat meegenomen, Alma? Nou ja, soms wel eens een zeepje, shampoos nemen de mensen mee. Ja, en ook wel eens een badjas. Mag dat nou eigenlijk, zo'n badjas meenemen? Nee, dat mag je niet meenemen. Wel de slippers. Wat is nou het raarste dat je ooit op een kamer hebt gevonden? Dat ga ik je echt niet vertellen. En waar zou je nou wel eens zo'n Do Not Disturb hanger voor willen gebruiken? Na een week werken, lekker met mijn voetjes op de bank, wijntje erbij. Dan hoef je me echt niet te storen hoor. En heb je zelf wel eens in een NH-hotel geslapen? Ja, natuurlijk. Laatst nog in Madrid met vriendinnen. En waar let je dan zelf op? Nou, alles moet wel heel strak en recht liggen. Nou Alma, mag ik jou hartelijk bedanken voor deze geweldige rondleiding. Graag gedaan. Vond je het zelf ook leuk? Ja, ik vond het superleuk. En die badjas, mag ik die houden? Nee, natuurlijk niet. Dankjewel hè. Doei. Doei.